Samen verzamelt u en luister naar het verhaal van Willem de Veroveraar en de slang op de Engelse troon. Verzamelt u. Ik kom u het verhaal vertellen van de veroveraar, de verlosser, de ware koning. De ware koning van ons gezegende land. Ik kom u vertellen over hertog Willem van Normandië. Achterneef van ons geliefd heerser Edward. God hebbe zijn ziel. Bedwing uw vreugde, want ik kom u ook vertellen over een slang. Een slang die net zo giftig is voor Engeland als de slang die Adam en Eva uit het paradijs verdreef. Deze slang draagt een kroon en noemt zichzelf koning, maar wij weten wel beter. De slang over wie ik spreek draagt de naam Godwinson, maar hij is geen man van God. Hij is de zoon van de duivel, een duivelszoon die gekomen is om Engeland in het verderf te storten. Hebben wij niet allemaal de brandende ster gezien? Weten wij niet allemaal dat God het niet zo gewild heeft? Laat mij u het verhaal vertellen over de ware koning en de slang. Onze geliefde koning Edward, God hebben zijn ziel. In zijn wijsheid heeft de koning besloten voor zijn dood een boodschapper te sturen naar hertog Willem. Deze boodschapper bood oorloggewijde hertog het koningschap van Engeland aan, gezien koning Edward, God hebben zijn ziel, geen kinderen heeft verwekt. Trouw aan God als hij was, heeft onze geliefde koning een godsdienstig en celibatair leven geleid en is zonder zonde in Gods rijk opgenomen. De hertog die deze trouw erkende, accepteerde het koningschap nederig. In zijn laatste maanden voelde onze oude koning een drang om deze eed te vernieuwen en stuurde de slang Harold Godwinson, een man zo laag en zo vol zonde dat zijn eigen broer zich tegen hem heeft gekeerd. In deze dagen waren zijn zonden nog onbekend en werd hij nog gerespecteerd. Hij vertrok om de orders van zijn koning uit te voeren, maar door zijn eigen incompetentie werd hij gevangen genomen. En zoals u allen weet, zette toen ons dapper en stoutmoedig hertog Willem erop uit zijn bondgenoten en toekomstige zaal te bevrijden met de macht van zijn stem alleen. Versloeg hij de Franse edelman en bevrijdde hij Harold. Een godliefend man zou deze liefdadigheid nooit vergeten, maar de slang was een man zonder hart, zonder moraal en zonder ziel. Zij werden wapenbroeders en wonnen vele veldslagen. Hertog Willem was er overtuigd van, de vriendschap die heerste tussen hem en Godwinson. Voor zijn hart is groot en zijn geloof in de goedheid van de mens nog groter. Maar de zoon van de duivel speelde een spel zoals alleen slangen dat kunnen spelen. Hij was geduldig, wachtend op de dood om ons geliefde koning Edward, God hebben zijn ziel. Hij nam de wapenuitrusting die Willem hem zo vrijgevend geschonken had en zwoer een eed aan de koning. Een eed van oneindige trouw. Welke man kan van zichzelf zeggen dat hij eer heeft wanneer hij zijn belangrijkste beloftes verbreekt? In deze wereld waarin God de hoogste macht heeft en waar eden heilig zijn, kan ik alleen maar de conclusie trekken dat de man die zijn beloftes niet nakomt tegenover zijn medemens, dat het ook niet ook doet tegenover God. En wie zijn beloftes niet nakomt tegenover God, heeft maar één plaats, broeders en zusters, en dat is de hel. Harold Godwinson heeft gezonden tegen ons wapenbroeder Engeland. De Engelse koning, Engelse troon, het Engelse bloed en God. Hij zal Engeland in chaos storten, de mensen vergiftigen met zijn goddeloosheid. En ik kan daarom niets anders aan u allen vertellen dat u al maar zielen in gevaar zijn. Uw ziel zal verkolen tot in de handen van Satan als u blijft volgen op deze weg. Als u deze man blijft volgen die zo duidelijk een vijand van God is. Loopt allen met mij. Loop het reine pad en volg hertog Willem van Normandië. Hij is gekomen om u te bevrijden.
en u te verlossen van het kwaad dat Harold Godwinson heet. Een vroom man, gesteund door God, rechtvaardigheid en gedoopt in oorlog. En bezield met genade. Voor vrede, rechtvaardigheid, voor Normandië. Niet de bedoeling. Laten we gaan. Spaar me.